Oké, goedemiddag. We gaan een review doen. Ditmaal voor Corné Wilting. Die had gevraagd of wij Huntress Wild Vengeance wilden gaan spelen. Of wilden gaan reviewen. Het is een spel van Print Studios. Ik moet heel eerlijk zeggen. Print Studios, als je mij een half jaar geleden had gevraagd, had ik er nog nooit van gehoord. Maar het is een onderdeel van Relax Gaming. Dat verklaart alweer een hoop. En je ziet dat ze tegenwoordig steeds meer spellen uitbrengen. En ik moet zeggen dat ze hebben op zich wel aardig wat... ze zijn niet allemaal leuk, maar ze hebben wel wat geinige spellen. Dus die Royal Potato is volgens mij wel aardig. En je hebt dan deze Huntress Wild Vengeance. Het is een spel met potentie. Winpotentie, om het zo maar te zeggen. Maar het is wel een echte alles of niets kast. Ik kan je al wel vertellen dat ik er een enorme hekel heb aan het spel. Maar dat is meer omdat ik alleen maar op verloren heb. Dus we gaan ook een lage inzet starten. 60 cent. Ik ben een klein beetje bevooroordeeld. Je moet 3 van die bonus symbooltjes hebben. Er zijn de scatters om de bonus te pakken. 2 vallen er regelmatig hoor. Die derde die is echt heel moeilijk te pakken. Die valt bijna nooit. Dat maakt het altijd wel spannend. Dat is op zich wel grappig, maar vallen doet hij nooit. Nou bedoel ik. Nou kan je ook nog een indiaantje in je beeldscherm krijgen. Je ziet hier allerlei cijfertjes staan. Hier plus 3. Nou 7. Als je dan een winlijn hebt, heb je maal 7 uiteraard. Die wisselen nogal en soms verdwijnen ze, soms komen ze erbij. En de bedoeling is als je om zoveel mogelijk van die cijfertjes in beeld te hebben. Want als je die indiaan krijgt, worden alle cijfertjes opgeteld. En wordt de desbetreffende rol, een weldrol, volledig met een indiaan. En dan met het totaal van de multiplier. Dus dan kan het wel heel aantrekkelijk zijn. Het enige nadeel is dat in de bonus blijft die indiaan bijvoorbeeld. Het zou mooi zijn als die zou blijven staan, dat het een sticky wildrol is, maar dat is niet. Maar ik heb al wel gezien dat als die indiaan valt en je hebt het geluk dat er een dikke multiplier aan zit, ja, dan kan je wel echt heel dik winnen. Het is mij alleen nog nooit gelukt. En die indiaan die valt ook niet zo vaak. Het probleem is een beetje wat ik met dit spel heb. Is dat, ik zie echt wel dat hij een potentie dus heeft als je de juiste combinaties hebt. Alleen omdat die combinaties bijna niet vallen. Als dat dus niet lukt, dan is het eigenlijk een vrij saai spel. Want die bonus valt bijna niet. En als die bonus valt, valt hij vaak tegen. Die indiaan die valt bijna niet. De basisprijsjes in het basisspel vallen tegen. En ja, het is heel tijd 2-3 keer je inzet, of nou net 12 cent, nog niet eens 1 keer je inzet. En dan is het baasspel gewoon hartstikke saai. Dus ja, Corné, sorry ook voor het lange wachten voor deze review. Maar dat komt omdat het duurde gewoon kei lang voordat ik hier wat bonusjes mee kon pakken. En ik had toevallig op een website van de concurrent had ik gezien dat zij vonden dit het beste spel ooit. Nou, daar ben ik toch heel benieuwd naar waarom ze dat vinden, want ik vind hem echt 3 keer ruk. Het enige wat ik me kan voorstellen waarom je deze leuk vindt, is als je dus die indiaan krijgt en je maakt er een mega klapper mee. Kom maar op. Dat bedoel ik af. Zo vaak 2 en uiteindelijk valt hij nooit. We gaan ook heel even naar de prijzen kijken. Ja, die beertjes is het hoogste, daarna die vos, en dan de adelaar, en dan de rest. Hoef je eigenlijk niet naar te kijken. De RTP bedraagt 94,59%. Hebben we nog meer info? Nou, de stevige superspinners, dat is met de cijfertjes. De jageres. Wild functie, dat is dus met de jager. Of, ik dacht dat hij dan een indiaan was, maar het is dus een jager. Met een vacht van een puma op de hoofd. Dan het sketsymbool voor de bonus, het minispel gokken. Ja, je kan ook met die bonussen voor meer spins gokken. Had ik eindelijk een keer de bonus, heb ik een keer gedaan. Had ik misgegokt, waardoor ik alsnog niet de bonus had. Oh.
En dan heb je nog een turbo-modus. Zal het veel schelen? We gaan die eens proberen. Nou ja, dan gaat het wel een stuk sneller. Het is wel een beetje moeilijk zoeken. Ik vind het fijner als bijvoorbeeld zo'n turbo... Oh, hij zit ook hier. Hier rechts. Ik wou zeggen als hij bij de startknop zit, maar hij is bijna verborgen naast de wigwam. Maar we gaan hem tot de 120 spelen. Dan gaan we gewoon wel rustig spelen. Ik drink nog een slok van mijn koffie. En zoals je al ziet... Ja, ik heb op zich pas 15 euro weggedraaid, maar ik heb eigenlijk nog geen noemenswaardige prijs gehad. Ik ga tot de 120 en dan, ja, het zal mij verbazen als wij de bonus nog gaan pakken. Dus ja, Corné, ik ben eigenlijk wel benieuwd van waarom je wilde dat ik dit spel ging reviewen. Ja, misschien ook omdat je gelezen had dat anderen er enthousiast over waren. Of misschien heb je zelf al een megaklapper gemaakt. Als je op het juiste moment gekomen hebt. Maar ik, als ik zou mogen gokken, waar ik van hou, dan denk ik dat je gewoon benieuwd was wat ik ervan vond. Nou, ik kan je vertellen, ik vind het helemaal ruk. Echt, maar echt, met een echt helemaal ruk. Het is echt voor mij het aller slechtste spel ooit gemaakt. Maar dat komt dus gewoon omdat ik ook enorme slechte ervaringen mee heb. Ik heb heel veel mee verloren. Het duurde me denk ik al 800 euro voordat ik de eerste bonus kreeg. Dus ik blijf van dit spel ver weg. Ja, nu speel ik hem dus eigenlijk speciaal voor jou voor de review. Maar eigenlijk wilde ik hem nog nooit meer gaan spelen. Hou er ook rekening mee dat als je de reviews leeft op de... Op de, van die casino websites en affiliate websites. Dat in 9 van de 10 gevallen zijn dat allemaal gesponsorde berichten. En ja, die eigenlijk bewust, of tenminste verplicht positief over het gokspel moeten schrijven. Omdat ze of geld krijgen of een bonus krijgen of weet ik veel wat. Dus ja, ik zeg niet dat ze allemaal nep zijn. Maar... Ja, neem ze een klein beetje met de korrel zout. Of in ieder geval zorg in ieder geval dat je meerdere reviews leest. En niet alleen van één website die je vaak bezoekt. Omdat dat ook vertekenend kan zijn. Dat geldt zelfs enigszins, ja, niet voor mij, maar voor de YouTube dan niet. Ja, ik heb natuurlijk ook voor mijn websites heb ik bijvoorbeeld ook deals met bepaalde casino's. Ja, dan ga ik ook niet zeggen van Bad City is een kut casino. Oh, sorry, mag ik niet meer zeggen. Dus... Ja, ik ben wel onafhankelijk. Alleen je gaat ook niet helemaal iets afkraken. Als je er zelf geld mee gaat verdienen. Ja, dat is heel lastig om uit te leggen. Het is wel een beetje tegen mijn principe in. Dus ik zal wel altijd eerlijk zijn. Maar dan zou ik bijvoorbeeld... ik noem maar wat. Bijvoorbeeld Holland Casino vind ik zelf niet zo top. Bad City is verder goed hoor. Maar dat is gewoon even een voorbeeld. Maar bijvoorbeeld Holland Casino vind ik zelf geen top casino. Behalve dan het live casino gedeelte. En die hebben mij wel benaderd voor een samenwerking. Ja, omdat ik mijn onafhankelijkheid wil kunnen garanderen. En, of mijn objectiviteit, om het zo maar te zeggen. Heb ik er bewust voor gekozen om daar niet mee in zee te gaan. Voorlopig in ieder geval niet. Want die eisten namelijk dat ik alleen maar positieve dingen over Holland Casino mocht zeggen. Dus dat ik dan bijvoorbeeld zou zeggen van ja, maar het gokkastengedeelte bij de website is gewoon 3 keer ruk. Wat het is, ja, dan zou ik mijn deal kwijt zijn en dan krijg ik bijvoorbeeld mijn commissie niet uitbetaald. Ja, dan, dat soort dingen, daar krijg ik echt kromme tenen van. Dan ben je bij mij aan het verkeerde adres. En ja, het is niet altijd slim want, om tegen de bierkei te vechten. Het is heel makkelijk om te zeggen, pak gewoon naar geld en lak aan. Maar ja, ik weet niet, ik moet het ook voor mezelf kunnen verantwoorden. En ik ben echt geen moraalridder hoor, dus zo erg is het ook weer niet. Maar ja, ik moet ook wel kunnen zeggen wat ik wil zeggen. Maar goed, we hebben inmiddels wel weer... het geld weggedraaid. En geen bonus of geen enkel prijsje gehad. Dus Huntress Wild Vengeance. Door velen positief bekritiseerd. In de zin dat het een heel gaaf spel zou zijn. Nou, ik kan het niet ontdekken. Of ik kan niet ontdekken waarom dat is. Want ik vind het echt helemaal niks. Helemaal niks. Maar ja. Ja. Ja, ik wil het ook niet helemaal afzeiken, want ik heb dus gewoon nog geen klapper gemaakt. Dus misschien heb ik gewoon de grootste pech van de wereld. Maar Corné, ik vind deze helemaal niks. Ja, zet in de reactie wat jij ervan vindt en of jij hier wel wat mee gewonnen hebt. Als nou meerdere mensen zeggen van, joh, ik heb er keiveel mee gewonnen, dan ga ik misschien toch nog een keer spelen om te kijken of ik
Ja, gewoon omdat het komt dat ik misschien in een downstreak zit en een downstreak zit, waardoor ik niks kan winnen. Maar ja, voorlopig vind ik het in ieder geval niks. Maar ik zal hier achteraan een paar bonusjes plakken en dan pak ik hierna ook nog de eindbeoordeling. Dus dit was hem voor nu. Ik denk wel de minst enthousiaste of de minst goede review van dit jaar. Huntress Wild Vengeance van Print Studios. Meteen de prullenbak in. Kom op. Yes! Allerlaatste draai. Komt nog eentje. Doe het. De allerlaatste. Ik heb nog nooit wat gewonnen met deze bonus. Speelt het spel dat ik nog nooit meer heb met 1000 euro's gekocht. Op set win spins. Je start 10 gratis spins. We gaan één keer gokken. Testrun. Oké. Yes. Hello spins, oké. Kom op, geef dat ding. Yes. Maal 5. Dat is normaalmatig, hè. Blijf je staan, ja, nog eentje erbij, kom op. Ah. Oh. Hoeveel spins heb ik nog? Oh, hij blijft maar eentje staan, jezus. Moet links vallen. Kom op. Ik heb nog nooit iets gehad met deze. Kom op, doe het. Iets. Kom op. Ja. Maar twee multipliers. Oh nee, dat telt op. Maar zeven, oké. Nou links erbij vallen. Iets. Ah. Laat ik één keer staan. Nee. Ik heb nog twee spins. Kom op, laatste, doe het. Oh, dat een nieuw moet je hebben. Big win doet hij dat dan. 20 euro. Wat een flutspel. Zo zeg ik, valt nooit. En dan valt hij. Maar goed, dan moet er ook een prijs vallen natuurlijk. Komt tot 26 spins, dat gaan we niet doen. Eén keer die Indiaan, kom op. Yes. Maar geen combi. Wat gebeurt er nog? Nou ja, wel 5 keer. Kom op. Oh, hij blijft staan. Oeh, nog een Indiaan. Kom op. Dat is een redelijke, denk ik. Dat is altijd het effect dat je er nooit mee wint en dan win ik er een keer mee. Maar jammer dat ik een extra multiplier bij kan, maar hij blijft niet staan. Of blijft wel staan. Kom op, een plaatje. Oh, jammer. Wat spins heb ik nog? Dat had ik niet zien. Dat is mijn eerste goeie bij deze. Als er nou een Indiaan bijvalt en een beertje moet links vallen. Heb ik nog een spin? Of was dit het? Ja, ik heb er nog één. Oh, maar. Oh. Ja, komt er wel eentje bij. Nog 10 nu. Wat heb ik nog? Oh, respin. Oh, door die respin. Dan moet ik... Joh! Oh, zo. Ja, nou snap ik hem. Dit kost me geen extra spin. En nou moet er dus nog een
dingen bijvallen, dan wordt het dik. Oh, die pakt hij niet. Hé, nou gaat hij weg. 4 van 10. Kom op, nog één keer zo'n Indiaan. Kom op, doe het. Oh, die had ik moeten vallen. Oef. Ah, nou is het over. Eén keertje nog, kom op, doe het. Nee. Ja, je moet dus heel veel van die jagertjes hebben, of Indiaantje, wat is het? Dan valt het eigenlijk nog tegen. Ik had twee keer twee van die jagers. Maar goed, ik zie wel wat de potentie er nou van is. Dit is de eerste keer eigenlijk dat ik een noemenswaardige win heb. En nog niet eens fantastisch, maar goed. Corné hebben we nou ook gezien. Als je een goede bonus hebt, wat er kan gebeuren. Dan moet je dus eigenlijk dus die extra spins gokken. Maar ja, die bonus valt zo weinig dat ik dat niet aandurfde. En ik had ook niet verwacht dat ik er iets mee zou winnen. Maar als ik nu wat extra spins had gehad en nog één of twee indiaantjes bij. Of jagertjes. Dan was het leuk geweest, maar het mocht niet zo zijn. En ja, met die extra spins gokken. Ik denk toch altijd, en dat zei bijvoorbeeld Turukai, die zei dat laatst ook in de comments. Of die stuurde mij een berichtje via Instagram. Dat ja, joh, als een gokkast er zin in heeft, dan geeft hij hem toch wel. Dus dat gokken is eigenlijk een beetje voor de sier. Maar goed, ja. Ik maak er weer een te lang verhaal van. Maar dit was in ieder geval mijn eerste enigszins oké bonus bij Hunter's Wild Vengeance. Yo. Eindelijk! Oh man, deze denk ik wel 800 euro gekost om deze te krijgen. Kocht tot 26 spins, start 10 gratis spins. We gaan de 10 gratis spins doen, ik heb geen zin om te gokken, er is zoveel geld gekost. Dat is al niks. Weer niks. Kom op. Ja, maal 4. Maar het blijft staan, denk ik. Wacht hij helemaal staan? Nee. Oh, dat was het, denk ik, hoor. Of ik moet nog één keer die in die aangeven, maar... Hij deed zo slecht. Kom op, man. Dat was het. 2,20 euro. 800 euro gekost. Ik ga hem ook niet eens meer verder spelen. Waardeloos spel. Ik mag het niet beoordelen op basis van mijn verliezen. Maar deze bonus was zo moeilijk te pakken. En nee, ik voor nu. Misschien dat jullie er wel mijn geluk mee hebben. Maar ik ga deze nooit meer spelen. Van mij krijgt hij 1 ster. Dus Hunter's Wild Vengeance van Prince Studio krijgt 1 ster. Yo.